Nou, we zijn hier bij de verzameling van Jacques Fick. En die heeft opdraaispeelgoed of blikken speelgoed. Hoe moet ik het eigenlijk vertellen? Blikken speelgoed. Ja. Maar het is wel en allemaal opdraai. En waarom verzamel je nou toch blikken speelgoed? Ik ben zelf een mechanische man. En ik vind het leuk om oud speelgoed, wat niet meer draait, te repareren en weer aan het lopen te zetten. En dat met de blikken speelgoed allemaal. Ja, ja. En dan, want toen jij ze je hebt sommige dingen heb je opgeknapt dan. Kijk. Nee. En dan... Die rommelmarkt even zo gevonden. Maar in mijn jeugd, ik heb met veel speelgoed echt gewoon gespeeld als kind. Maar dat zie je niet meer. Het is geen kinderspeelgoed. Nee, dit mag niet meer aan kinderen verkocht worden. Waarom niet? Vanwege de verf. Het is een giftige verf die erop zit. Dus het mag niet meer... Loodhoudende verf. Het eerste is waar de Leeman blikspeelgoed. Tegenwoordig is anders blikspeelgoed als je. Dat je een Duitse kleur naar die dat. Ja, wat heel erg opvalt is de kleuren. Hè. Heel kleurig, heel veel felle kleuren gebruikt. En de creativiteit van hoe al die dingen bewegen. Ja, vogels. Je begint te pikken en zo. Ja. Ezel. Ja. Mooi. Nou. Dat is echt heel oud. Heel oud, ja. Ja, dit daar heb ik niet zo echt oud, maar vroeger, toen ik klein was, kregen we zo'n aapje. Nou, daar is ook. Dankjewel. Ja. Er komen nog een paar auto's bij. Ja, grote Amerikanen. En dan, dan is deze kast ook vol. En dan hebben we allemaal heel veel verschillende verzamelingen. Ontzettend leuk. Yeah.